Politie toont beelden van vuurwerkgeweld. Een echtpaar mag terug naar huis. Goedenavond, u kijkt naar U Nieuws. De Utrechtse politie heeft heftige beelden vrijgegeven van de nieuwjaarsnacht in de stad. Op de videobeelden is te zien hoe agenten worden bestookt met vuurwerk. De politie wil laten zien dat het geweld tegen agenten iedere jaarwisseling agressiever wordt. Politiechef Sital Singh pleit daarom voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Utrechtse wijk Overvecht afgelopen oudejaarsavond. Een bus van de mobiele eenheid, uitgerust met camera's, stuit op een grote groep jongeren die het voertuig direct beginnen te bestoken met zwaar vuurwerk. Politiechef Martin Sital Singh is er helemaal klaar mee. Ja, dit is niet zeg maar, waar het vuurwerk voor bedoeld is, om gewoon op een leuke en vreugdevolle manier de jaarwisseling te vieren. Nee, hierin zie je dat het vuurwerk gebruikt wordt als geweldsmiddel of als vernielingsmiddel. Ja, dat is natuurlijk gewoon absurd. Op de beelden is goed te zien dat ook agenten die in de wijk de rust proberen terug te laten keren, bekogeld worden. Kijk, zie je, nou is een pijl vast en dan... Pat. Volgens Sital Singh was de nieuwjaarsnacht vroeger een dienst die agenten leuk vonden om te draaien. Maar dat is in rap tempo aan het omslaan. Voor het eerst dat mensen zeggen, en niet de minste politiemensen zeggen, nou, hier heb ik helemaal geen zin meer in om zo te laten bestoken met vuurwerk en op deze manier het werk te doen. De politiechef hoopt dat een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk snel wordt ingevoerd. Over het handhaven van dat verbod zit hij niet in. Het zal alleen maar makkelijker worden dan nu het geval is. Omdat we dan niet het onderscheid hoeven te maken tussen illegaal en legaal vuurwerk. De groep raddraaiers moeten er volgens Sital Singh rekening mee houden dat de bekogeling zeker niet zonder gevolgen blijft. We hebben een aantal mensen op heterdaad aangehouden. Maar met de beelden zullen we net zo lang doorrechercheren, zodat we ook een aantal mensen buiten heterdaad zullen aanhouden. Die kunnen erop rekenen dat we daar gedurende het hele jaar mee bezig gaan. Ja, het is al duidelijk hoe burgemeester Jan van Zanen van Utrecht denkt over vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Hij is voor een verbod. Hij keek ook tijdens de jaarwisseling vanuit de meldkamer live mee met deze beelden die u net zag. Mark van der Wel, onze verslaggever, die staat op de redactie. Ja, Mark, hoe denken andere burgemeesters in onze provincie erover? Nou, we hebben de afgelopen dagen contact gezocht met alle gemeenten in de provincie Utrecht. En daar komt wel een duidelijk beeld in naar voren. Een hoop gemeenten zijn voor het invoeren van een verbod op vuurwerk, dan knalvuurwerk en vuurpijlen. Er zijn er ook een aantal die weliswaar voor een verbod zijn, maar er wel een voorwaarde aan vastplakken. Bijvoorbeeld, hoe ga je zoiets handhaven? Nou, er zijn twee gemeenten in onze provincie die een verbod nu op dit moment niet zien zitten. Dat zijn Bunnik en De Bilt. En er is één gemeente helaas die niet heeft gereageerd, ondanks herhaaldelijk aandringen om dat wel te doen. En dat is de gemeente Zeist. Misschien dat ze dat nog doen. Op onze site kunt u overigens gewoon kijken naar uw gemeente, hoe de bestuurders er daarin staan. Er zijn in ieder geval twee burgemeesters in onze provincie die echt voor een verbod zijn. Dat is burgemeester Bakhuis van Nieuwegein en burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En dit hebben zij over die vuurwerknacht en de overlast daarvan te zeggen. Je ziet er regelmatig op televisie opnames van elders in de wereld waar het echt oorlog is of burgeroorlog is. Met de optreden van politie en knallen en bommen die ontploffen. Nou, ik had afgelopen jaarwisseling echt het idee dat er hier en daar geen vuurwerk ontplofte, maar dat het leek of er bommen ontploften. Onderzoeksraad voor de Veiligheid, meneer Akerboom van de politie, de brandweer die vraagt erom. En ik denk, ja, het wordt wel tijd dat ze in Den Haag eens een beetje gaan luisteren. Het moet een feestje zijn. Het is niet normaal dat er 15 miljoen euro schade is in Nederland. Dat er doden vallen, dat er heel veel gewonden vallen bij een feestje. Koningsdag verloopt toch heel anders dan Oud en Nieuw, zou ik zeggen. Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat ik in deze gemeente ook al in september met medewerkers van mij en de politie en de brandweer en de jongerenwerkers gewoon al bezig ben met een draaiboek voor Oud en Nieuw. Om het allemaal in goede banen te leiden met alle consequenties van die moet gewoon ophouden met die gekkigheid. Nou, Mark, dat zijn duidelijke meningen van deze twee burgemeesters. Kunnen ze daar ook nog iets mee? Nou, burgemeester Naafs gaat samen met een aantal andere burgemeesters tijdens het eerstvolgende VNG-congres, dat is een congres waar alle burgemeesters van Nederland bij elkaar komen, een motie indienen voor dat vuurwerkverbod. Nou, of dat nou door iedereen daar ondertekend gaat worden, is maar zeer de vraag. Want er zijn dus ook een aantal burgemeesters die er wat bedenkingen bij hebben. Bijvoorbeeld burgemeester Bolsius van Amersfoort. Ik ben geen voorstander van vuurwerk, laat dat helder zijn. Alleen als je het zegt verbod, dan moet je het ook kunnen waarmaken. En daar vraag ik wel de aandacht voor. Want we weten dat in Duitsland, België, vanuit met DHL, het komt allemaal binnen. Dus verbod is één, maar zorgen dat het ook uitgevoerd en gehandhaafd wordt is minstens zo belangrijk.
En als je het nu allemaal bekijkt, Mark, hoe schat je het dan in? Is het verbod aanstaande? Nou, de discussie heeft nog nooit zo heftig, is nog nooit zo heftig geweest als dat die op dit moment gevoerd wordt. Het is echt vuurwerk in de media, het spreekwoordelijk vuurwerk dan weliswaar, maar er wordt druk over gesproken. En vandaag zie je ook dat de grootste regeringspartij VVD ook richting zo'n verbod aan het bewegen is. Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter, zei vandaag dat hij niet blind en niet doof is voor alles wat hij ziet en hoort, wat er in die nieuwjaarsnacht allemaal is gebeurd. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook een hoop ondernemers die vuurwerk verkopen, die daar een hoop investeringen voor hebben gedaan. Daar zal ook naar geluisterd moeten worden. Want ja, hoe gaan die bijvoorbeeld gecompenseerd worden? Kunnen zij nog wel verkopen wat ze kunnen gaan verkopen? En hoe gaan zij erop reageren? Dat zal allemaal de komende tijd duidelijk worden. Dankjewel, Mark van der Wel. En we blijven het volgen. De partij P21 in Bunnik is flink uitgedund door het opstappen van 3 raadsleden. De partij had 8 zetels en gaat naar 5. De opgestapte leden gaan door als 3-mansfractie. Het opstappen heeft te maken met een verschil in inzicht over de koers en ambities van de partij. De opgestapte raadsleden zeggen het coalitieakkoord wel te blijven steunen. Bergers zijn uren bezig geweest met een gekantelde vrachtwagen terug op de Diefdijk bij Everdingen te krijgen. De wagen met puin was van het talud gereden en onderaan de dijk op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder zegt dat hij uitweek om een tegemoetkomende auto over de dijk te laten passeren. En de man liep een hoofdwond op. Meer dan 1 miljoen mensen heeft vorig jaar een bezoekje gebracht aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Volgens de dierentuin is dat het ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor. Ook de omzet is gelijk gebleven. Veel mensen komen naar de dierentuin voor de 2 panda's, Wu Wen en Xingya. Maar ook het China Light Festival is in trek. Het echtpaar uit het Utrechtse Kanaleneiland dat in 2018 door woningcorporatie Mitros uit hun huis werd gezet, mag daar weer gaan wonen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem vandaag bepaald. De man en vrouw moesten eruit omdat hun zoon in verband werd gebracht met grootschalige drugshandel. En verslaggever Jordi de Jong die staat bij het huis op de Gasperi-laan in Kanaleneiland. Ja, Jordi, het echtpaar dat mag dus weer terug. Hoe komt dat? Ja, Mirjam, daarvoor moeten we even terug naar april 2018... toen een inval in dat pand werd gedaan naar aanleiding van een groot onderzoek. En tijdens die inval werd onder andere een grote hoeveelheid contant geld, cocaïne, maar ook telefoons die geleerd waren aan de drugshandel gevonden. En daarop heeft burgemeester Jan van Zanen in december 2018 besloten om het pand voor een jaar te sluiten. En sindsdien is eigenlijk de woningcorporatie Mitros bezig geweest om een alternatieve woonruimte te vinden. Want tijdens de sluiting van het pand is ook het huurcontract opgezegd. Ze hebben aanbieding gekregen om in Overvecht of Zuilen te gaan wonen. Maar omdat de familie hier al 32 jaar woonde, wilden ze dat natuurlijk liever niet. Daarop besloot Mitros afgelopen maand in december tot een kort geding. Die wonnen ze in eerste instantie, maar vandaag dus in het gerechtshof in Arnhem was deze rechter een andere mening toegedaan. Zij zeiden namelijk dat het belang van deze woning ten opzichte van de drugshandel niet duidelijk genoeg kon worden gemaakt. En daarom mogen ze weer terugkeren in deze woning. Ja, Jordi, ze hebben dus een hele lange tijd niet in hun eigen huis kunnen wonen. Hoe hebben ze dan het afgelopen jaar geleefd? Ja, ze hebben de afgelopen 13 maanden voornamelijk rondgezwerfd. Dus ze hebben van buren tot kennissen tot familie hebben ze steeds een slaapplek moeten zoeken. En dat heeft een behoorlijke impact gehad, zoals de schoondochter vandaag zei in de rechtszaal. Een behoorlijke impact op hun leven gehad. Ze hebben veel stress ervaren. Ze hebben allebei te kampen met gezondheidsklachten. En bijna elke ochtend waren ze bij de IKEA aan het ontbijten. Ze hebben echt rond moeten zwerven over straat. Dus je kunt je wel voorstellen dat blijdschap groot was toen ze vandaag de uitspraak hoorden in het Hooggerechtshof in Arnhem. We gaan de ontruiming alsnog afwijzen. We gaan ook Mitras veroordelen om voor vrijdag 12 uur de woning weer ter beschikking te stellen aan het echtpaar Hadje. Daar is de familie enorm blij mee en de hele buurt is er blij mee. De buur is er blij mee. Vooral hun die hun buren zagen als beter als een verre familielid. Is het een geweldig impact voor hen allen. Ja, Jordi, wanneer mogen ze weer terug?
Ja, dat is aanstaande vrijdag voor 12 uur moet de woningcorporatie de sleutel weer terug aan de familie geven. En doen ze dat niet, dan staat daar een dwangsom op zelfs van 500 euro per dag met een maximum van 10.000 euro. En de mensen hier in de buurt die vandaag, want er was een behoorlijke opkomst vandaag in de rechtszaal. De mensen hier die gaan dan een groot feest vieren. Ze zijn dan hartstikke blij als buurt dat de mensen weer terug hebben kunnen keren. Dankjewel Jordi de Jong vanaf Kanaleneiland. Het Europees kampioenschap waterpolo staat voor de deur. En de Nederlandse vrouwen zijn regerend kampioen. Behalve het EK staat er ook een ticket voor de Olympische Spelen op het spel. Het is heel hard getraind de afgelopen tijd, dus je ziet echt iedereen is super fit. Ik denk dat we allemaal fit zijn en dat we er wel bijna klaar voor zijn. De twee speelsters van de Utrechtse waterpolovereniging UZSC voelen zich topfit. En dat zo vlak na de feestdagen. Het is niet dat je gaat drinken of zo. Je moet gewoon nog steeds oppassen. En die volle focus blijft nog steeds wel op waterpolo. Ik moet zeggen, ik heb met kerst gewoon alles gegeten wat ik wilde eten. Ja, het is wel verleidelijk. Maar ja, je weet waar je het voor doet. En het is zonde om dan, iets te gaan doen wat al je harde werk weer teniet doet. Ze weten zeker waar ze het voor doen. Want vanaf volgende week kunnen ze hun Europese titel prolongeren in het Hongaarse Boedapest. Elke medaille is er één en ik wil elk toernooi winnen. Ik wil elke wedstrijd winnen, want anders zou ik dit niet nog doen. Natuurlijk zijn we hongerig, want vooral nu is het ook nog, als je Europese kampioen wordt, krijg je het Olympische ticket. Dus dat zorgt er ook wel weer voor extra druk, maar dat zorgt ook wel voor extra gretigheid. De Olympische Spelen zit al jarenlang in de hoofden van de twee dames. Helemaal omdat ze die in 2016 hebben gemist. Ik droom daar elke dag van zowat, want ja, weet je, als je hier in het water ligt, dan moet je natuurlijk wel een groter doel voor ogen hebben. Veel van ons team die trainen nu echt al drie Olympische cyclussen mee. Dus dat is gewoon, ja, je bent gewoon al meer dan 10 jaar misschien voor iets aan het trainen. Dus als het dan echt gebeurt, dan ja, ik denk dat het wel een hele ontlading is voor iedereen. Eerst maar eens het EK winnen. En mocht dat niet lukken, dan hebben ze in maart nog een kans tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi. En het EK begint zondag en duurt tot en met 26 januari. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in de nacht kan het gaan regenen. Het koelt af naar een graad of 8. Morgenochtend is het bewolkt en er valt wat lichte regen. In de middag kan de zon af en toe doorbreken en het wordt 12 graden. En dat is warm voor de tijd van het jaar. En tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws op de website of op onze app. En ik wens u nog een hele fijne avond.